Beste mensen, collega's, studenten, vrienden en andere bekenden van onze universiteit. We gaan weer van start. En we hebben ongelooflijk veel zin in dit nieuwe collegejaar. Elk jaar in ieder leven doet ertoe. Maar dit collegejaar kan wel eens dubbel gaan tellen. Er wachten namelijk nogal wat fundamentele vragen op antwoord. Blijft er in ons land voldoende ruimte voor internationalisering? Waar gaan de bezuinigingen van dit nieuwe kabinet ons pijn doen? Hoe ontwikkelen de werkdruk en de sociale veiligheid zich bij ons? En waar staan we in onze ambitie voor verdergaande samenwerking met het MUMC+? En hoe gaan we binnen onze gemeenschap om met de polarisatie naar aanleiding van de situatie tussen Israël en Palestina? Kortom, er staat nogal weer wat te gebeuren dit jaar. En ik zou graag tegen iedereen hier vandaag en in de livestream willen zeggen, we hebben het allemaal onder controle. Wij, het CVB, weten dat het allemaal goed komt. Dus zet je zorgen maar opzij. Of zoals we hier in Limburg graag zeggen, het komt goed. Bijna goed, hè? Maar zo, ja, ik moet echt dit nog beter leren. Maar zo is het niet. En ik heb vandaag dan ook niet een rijtje geruststellende antwoorden op al deze belangrijke vragen. Maar ik weet wel dat je juist in tijden van fundamentele vragen de lange termijn voor ogen moet houden. En dat doen we. In alle onzekerheid over de toekomst geven we vandaag ruim baan aan ons vermogen om elkaar te inspireren. Het is de kracht die zo kenmerkend is voor onze universiteit. En we horen vandaag, dankzij Han Dols en Gideon Koekoek, de fantastische verhalen over CERN in Genève en de ontwikkelingen rondom de Einstein-telescoop hier in onze eigen achtertuin. En de impact en de belofte van dit soort megaprojecten is gigantisch. Eigenlijk is het verhaal van het proces rondom de Einstein-telescoop een perfecte illustratie van waar wij als academische gemeenschap nu mee te maken hebben. De uitkomst van onze uitdagingen en de processen waar we in zitten is onbekend, maar de overtuiging dat we op de goede weg zijn, geeft ons energie. Met de telescoop is het volle kracht vooruit, door lobby, techniek, kennis en al die andere voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat ons verhaal als sterkst wordt beoordeeld. En we weten tot het allerlaatste moment niet zeker of die telescoop hier daadwerkelijk komt. En in de marathon die we nu lopen, mogen we allemaal de Sif van Hassan in onszelf aanspreken. Zo voelt het soms. Of we krijgen wat we willen, dat ligt tot de eindstreep in het ongewisse. En de ironie wil juist dat de telescoop zodra hij werkt, het ongewisse kan laten zien. Vanaf het moment dat hij in werking treedt, kunnen we ver in de tijd terugkijken. We hebben er dan een middel bij om vermoedens te bevestigen of te verwerpen. Het zou een unicum zijn. Maar ik stel voor dat we daarna niet stilzitten. Wat er namelijk op mijn wensenlijstje staat, is een wetenschappelijk gereedschap waarmee we in de verre politieke toekomst kunnen kijken. Zodat we de bestuurlijke kosmos van 2025 en verder alvast kunnen aanschouwen. Want dat maakt andere toekomstige projecten waar wij onze ambities voor willen realiseren toch net iets relaxter dan dit grillige politieke proces waar wij nu al jaren, en ik vrees ook in de toekomst, ons in bevinden. Ik kom hier later nog heel even kort op terug, maar ik wil toch eerst met zoet beginnen. En niet meteen het zuur. Het zuur krijgt u op het einde. Want, beste collega's, studenten en partners, al het werk rondom die Einstein-telescoop bevestigt mij dat we doen waar we in het zuiden zo goed in zijn. En dat is samenwerken. Wat er hier in Limburg en in EU-regionaal verband gebeurt, is uniek voor Nederland. Met het proces rondom de Einstein-telescoop verenigen we vele kwaliteiten en laten we zien hoe sterk onze verbanden zijn. Of het nu gaat om fundamentele kennis of straks het bouwen van de daadwerkelijke fundering van de telescoop. We bouwen met al onze partners aan een innovatieve regio. Er zijn hier volop kansen in een EU-regionaal achterland met een bedrijvigheid en een innovatiepotentieel waar zelfs de grootste fan van de Randstad van gaat watertanden. Want het kan hier allemaal. We onderzoeken het ingewikkeldste van het ingewikkeldste hier in Maastricht en bij ons in de buurt. Dus trekken we op met Hasselt, met Luik, met Leuven, met Aken. En dat ook allemaal aangestuurd door NICEF, het consortium van de 5 Nederlandse universiteiten, ook hier aanwezig, 6 inmiddels.
komt er meer, hoe meer, hoe beter. Die sturen ook wetenschappelijk deze hele exercitie aan. En we willen dat de zoektocht naar nieuwe kennis rendeert voor de hele Limburgse maatschappij. Dus werken we samen met het beroepsonderwijs, met het bedrijfsleven, met gemeenten, onze zuider- en oosterburen en nog veel meer nauw betrokken partners. Ook de culturele instellingen, zoals het Discovery Museum in Kerkrade. En veel bewondering en waardering gaat daarbij vandaag specifiek uit naar de provincie. Wat zit er daar veel energie en geloof? Het geloof dat de telescoop een ankerpunt gaat zijn van onze regionale ontwikkeling. En de EU-regio nog inniger kan verbinden. Waar het dus eigenlijk op neerkomt, beste mensen, is dat we hier decennia na de laatste mijnsluiting de geschiedenis recht in de ogen durven kijken. We gaan opnieuw ondergronds. We gaan opnieuw tot de bodem. We gaan opnieuw voor een florerend Limburg in het hart van de EU-regio. Een plek waar welvaart, welzijn, gezondheid en geluk stuk voor stuk sneller groeien. Met niet alleen een Einstein-telescoop, maar ook met de Brightland-campussen, het steeds duurzamere Gemmelot en de intensieve samenwerking met onze collega's van het MUMC+. Op zoveel terreinen zijn er ambities. En we hebben bewezen dat we ze waar kunnen maken als we de kans krijgen. We hebben ongeveer een decennium nodig gehad om de Brightland-campussen te ontwikkelen. En moet je eens kijken wat er nu staat in Venlo, in Sittard-Geleen, in Heerlen en hier in Maastricht. Dat kon alleen door ver vooruit te kijken. Het is iets waar de landelijke politiek al heel lang niet in slaagt. En ik had het in het begin al over, het wordt een spannend jaar met zuur in het verschiet. Met maanden waarin we naar Den Haag kijken en hopen dat ze tot bezinning komen. Want we weten allemaal, bezuinigingen op onderwijs en onderzoek, daarvan merkt de samenleving pas de negatieve gevolgen over een langere tijd. En dus zijn wij nu een heel makkelijk slachtoffer. En misschien lukt het ze in Den Haag niet om een decennium vooruit te denken. Maar aan de Limburglaan, de Minderbroedersberg en de Bijenlaan, waar de mini-Einstein in ontwikkeling is, doen we dat wel. We zijn er inmiddels al een aardige tijd zoet mee om duidelijk te maken hoe dramatisch de impact zal zijn van Haagse kleindenkerij op het gebied van internationalisering. Voor Groningen, Twente en Maastricht is de situatie anders dan voor Amsterdam en Utrecht. Maatwerk is voor ons echt noodzaak. Trek je de steen van internationalisering hier uit die Jenga-toren, dan wordt de boel hier ook meteen een stuk instabieler dan in de Randstad. En dat is niet uit te leggen. Je zet hele regio's onder druk op een manier die Den Haag toch zo langzamerhand afgeleerd zou moeten hebben. En roept men niet daar juist telkens elke regio telt? En het gaat mij er overigens niet om dat wij hier een fijne uitzonderingspositie zouden krijgen. Nee, het gaat mij erom dat er niet in uitzonderingen gedacht wordt. En gelijkheid wordt in de discussie over internationalisering weer eens met gelijkwaardigheid verward. En het getuigt van intellectuele luiheid om te denken dat je een one-size-fits-all beleid kunt uitstrooien over onze academische instellingen en over onze regio's. Er is geen enkele maat der internationalisering die onze kennisinstellingen allemaal past. Je hebt nou eenmaal elletjes, emmetjes en esjes. En de jongste universiteit van Nederland wil gezien worden zoals zij is. En plannen voor de toekomst moeten dus passen bij hoe wij gebouwd zijn en nauw aansluiten bij de stijl en tradities waarin wij hier sinds 9 januari 1976 bestaan. Hoewel het nu misschien spannend is voor ons, weten we allemaal dat het in de politiek niet anders is. Ook daar heb je modegrillen. En de herfstcollectie die nu voor Nederland klaar ligt, is grauw en grijs. Maar er komt een moment waarop Nederlanders collectief gaan merken dat we ons land zonder nieuwe mensen niet draaiende kunnen houden. En er komt een moment waarop wie van ver komt zonder argwaan wordt bekeken. En die dag komt sneller dan we nu misschien denken. Laten we daar samen op vertrouwen en ook aan werken. En in Limburg geven we alvast het goede voorbeeld. We bouwen hier samen door aan welvaart, aan welzijn, aan gezondheid en geluk.
Beste mensen, in Den Haag regeert helaas vandaag. Maar voor iedereen die de kosmos bestudeert en ons bestaan door een telescoop bekijkt, is 4 jaar uiteindelijk slechts een vingerknip. Han en Gideon weten daar nog veel meer van. En gelukkig willen wij hier in lichtjaren vooruitdenken. Wat wij hier nu samen doen, is meer dan een rimpeling in regeringstijd. Net zoals het licht van een ster jaren onderweg is, gaan wij door op ons ingeslagen pad. Dat doen we altijd samen, regionaal, internationaal, met elkaar, de handen ineen. En we zullen onderweg af en toe mensen moeten meenemen om het licht te zien, om ons licht te zien. Maar ik weet dat we daar samen in gaan slagen. Ik wens iedereen een heel goed collegejaar. Dank jullie wel.